Oké, yo gasten, we zijn weer terug. En we zijn weer in het grappige verhaal met mijn moeder die vliegen doodslaat. Wauw. We zijn zojuist bijna dood. Want ik heb voet nodig, maar dat is er niet. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan met cobblestone naar de koeien toe. En wij doden even een koe. En dan maken we ze even lekker aan het neuken. Even lekker baarmoederen, hoe te zeggen. Waarom baarmoeder? De map ziet er echt heel fucked up uit. Als je rechtsbovenin kijkt. Oké, ik ben er. Ik ben ook bij een water source. Ik ga er hier even af. Dan ga ik zo. Ik kan niet, dus ik moet zo. Wauw. Even kijken. Oké, ik moet het dan doen van dit. En dan ga ik even door naar die maat. De maat is klaar. La 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 la. De maat is klaar. Ik raad je aan trouwens om de microfoon hard te zetten. Of in ieder geval headset aan. Of hoe je het wil noemen. Oké, even die. Want dit moet dicht. Want ik geloof die beesten niet. Oké, gelukkig hier zitten er. 1. Kat. Hem mag ik doden. En even kijken. Hem mag ik doden. Hendrik laat ik leven. Oeh, dat ging net goed. Ik zag trouwens net ook mushrooms. Maar ik kan niet doodgaan. Want ten eerste, bij Minecraft 1.6 hebben ze veranderd. Als je voetbaar hebt, dus je verliest levens als je eten op is. Maar dan gaat het maar tot 5 hartjes. Dat is echt fucking chill. Hier zijn echt fucking veel deze dingen. En die leveren ook heel veel voet op. Schapen om te kunnen slapen. Ik heb nooit zin om te gaan slapen. In het echt ook niet. Alleen je moet wel. Anders heb je 's morgens echt fucking last. Die mag 2 keer. Oké, die wordt echt fucked up irritant. Ik moet echt die hekjes neerzetten. Of ik moet wat hekjes neerzetten. 3. Holy shit. Hey, je ziet dead point. Cool. Oh! Fuck, dit is echt. Nee. Fuck! Oh, gelukkig. Yeah, waarom koudtipper? Ik heb hem toch net gedood? Hoe slaat het op? Oké, wat heb ik. Ik geloof het niet meer. Ik vertrouw het niet meer. Shit, in ieder geval, ik kan geen arme fucked up meer maken. Oh, dit wordt echt fucking kut. In ieder geval, ik heb. Eén ding kan ik overslaan. Deze kan ik overslaan. Dit is dicht. Dit kan dicht. Dit. Oh, dit is ook opgeblazen. I must light you away. Ik ga die mushrooms pakken. Binnen in je hart, binnen in je ziel van binnen mag altijd, dat is handig, want er staat een zombie in die jar. Er staat een zombie in die jar.
Een zombie in de jar. Zombies in. Ah, hier zitten lekker opgesloten. Oké. Heb ik een zwaard? Jee. Pinnen. Pinnen in de hart. Pinnen in je ziel van. Pinnen. Pinnen in de hart. Pinnen in je ziel van. Pinnen. Pinnen in je hart. Oké, ik moet één ding tegen jullie zeggen. Ik haat Nederlandse muziek. Dat jullie dat van me weten. Ik haat Nederlandse muziek. Die stijl moet je vergelijken met Amerikaanse gewone muziek. Dat is net iets als Beyoncé of zo. Kijk, dan, dat is toch een beetje normale muziek. Maar wij hebben allemaal van die... Pinnen! Pinnen in je haar, pinnen in je zin. Of André Hazes. Nou, die was op zich wel goed. Dat moet ik ze echt eerlijk zeggen. Die was goed. Die was goed. Die was goed. Die deadpoint is echt fucking handig. Dan kan je tenminste zien waar ik dood ben gegaan. En waar je spullen liggen. Maar ik weet wat het is dus. Ik kan in ieder geval eindelijk eten. Alleen ik ben al dood gegaan. Dus het heeft op zich niet zo heel veel fucking zin meer. Ik kan deze iron pakken. Dat kan. Maar dat hoeft niet. ik wil heel graag een sapling. Alsjeblieft, is dat in de aanbieding? Eindelijk! Sapling! Sapling in mijn hand. Waarom heb ik... Oh ja. Ik kon nog fucking bread maken. Maar dat deed ik niet. Want als ik dit doe... Oh nee, bread doet alleen maar 2,5. Kijk. Zo. Dan eet ik hiervan. Bam! Dat is het nadeel van Minecraft. Als je... Je moet je hele foodbar voor hebben. Voor... totdat je echt helemaal ja, kan helen. Ik heb er één. Er komt er nog wel eentje uit, denk ik. Ik al zeker. Ja, hier. Toch twee. Het boeit me niks welke ooit welke boom het is. Dat boeit me voor geen ene. Tering. Wacht even. Ik ga boven in die dop kijken. Want ik geloof er echt geen ene tering van. En het spijt me als iemand van je familie tering heeft. Maar ik kan er niks aan doen. Want iedereen scheldt ermee. In, zelfs mijn moeder en heel veel mensen schelden mee. Net zoals godverdomme. Oh, waarom maak ik nou maar een pickaxe? Dat moet niet. Ik moet een axe maken. Ik hoor, het leek of ik een creeper hoorde. In ieder geval, ik ga een deur maken, wat niet kan. Dus, thank you. Ik denk ongeveer hier. Dank je. Precies in het midden. Ik zie niks, dus ik denk, er is denk ik niks. Maar ik neem wel het hout mee. Ja, ik neem het hout mee. Ik neem het hout mee. Het hout mee. Daar kan ik tenminste nog wat mee. Ik zie... What the fuck? Wat is dat? Yeah, you found the secret room. Holy shit. Holy shit. Oh. Gola. Gulle. En iedereen denkt, hoe doe ik dit? Je dubbelklikt gewoon en je hebt alle diamonds. Oh mijn god. Oh yeah. Bidget. Bidget. Ik kan niet eens alles meenemen. Dus ik throw deze dingen naar beneden. Oh yeah. Bidget. Deze mag up. Ik neem deze mee. En ik neem de chest mee. Neem die chest mee. Neem de torches mee. Neem nog een torch mee. En die torch mee. Ik neem deze mee. En deze mee. Maar dat kan niet. Dus ik trouw wat stuff naar beneden. Die. En dan ga ik naar beneden. Oh yes.
Je moet eerst even alle spullen organiseren.